Die heeft ook speed. Oh jeetje, 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 oh jeetje. Oké, die hebben we. Nice. Kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer op de Blitz Survivor Games. We zitten in de map C4 en we gaan kijken of we hier misschien eventjes een potje kunnen winnen. Ja, let's see wat we krijgen van de spawnchesten en iets goeds please. Oké, deze chest, door die geopend. Oké, we hebben toch nog een zwaard weten te pakken. Dat is altijd fijn, als we lekker gefocust worden kunnen we tenminste terugslaan. Wat ik wel fijn vind van deze map is dat er veel chests in zitten. Even kijken, deze man is dood. Nice, oké, had een gouden appel. Dat kunnen we zeker wel gebruiken als we wat meer armor gaan vinden. Even kijken, hebben we hier iets van armor? Ja, wel een body, maar niet echt de body waar je natuurlijk om vraagt. Hier nog iets. Chain leggings. Oké, dat is mooi. Dat is zeker mooi. Even kijken, dan zetten we deze hier en deze hier. En dan gaan we even kijken wat we nog voor de rest kunnen krijgen. Hier zit nog een chest. Een helmpje. Oké, we hebben in ieder geval een full gear set. Niet de beste die je kunt krijgen. We missen eigenlijk nog een iron body. Dat zou heel erg mooi zijn als we die ook nog weten te krijgen. Maar de kans is natuurlijk vrij klein. Hij is aanwezig. Ook nog één XP bottle. Dan kan ik even gaan enchanten. Ik zie hier een chest zitten. Zit een beetje hidden. Oké, nou laat maar er gaan. Oh ja, wacht. Hier kun je naar binnen. Nee, niks moois. Hier misschien nog. Nee. Ik wil even een iron body of zo. Of een golden body, chain body. Oké, stone sword. Die hadden we ook nog nodig. Dat is in ieder geval mooi. En ik zie hier gelijk iemand beneden zitten. We gaan erop af. Even kijken. Wat is die hier aan het doen? Oké. Hij heeft ook wel redelijke gear. En kom op. Hoppakee. Dat is hem. Die is dood. Hebben we twee iron ingots? Want ik zag er één. Nee, dat is eentje. Oké. Even kijken, vinden we hier nog wat? Nee, oké, dan gaan we gewoon lekker terug naar boven toe. En dan gaan we even kijken of we daar nog wat kills op kunnen pakken. Helaas had deze ook geen betere body als dat ik heb. Dus dat is balen. Oké, er komt iemand aan. Ik weet niet, wat gaat hij doen? Komt hij naar mij toe? Ik heb geen flauw idee, we gaan er gewoon op af. Oké, go. Ik weet niet. Oh, hij heeft een betere body. Hij heeft sowieso een betere body. Maar hij rent wel weg. Dat is heel erg shit. Oké, nee, dan gaan we niet achteraan, want dan zit ik hier in nadeel. Dan word ik hier heel de terug naar beneden geslagen. Daar heb ik niet zoveel zin in, dus we lopen even gauw terug. Hij had wel die chain body die ik eigenlijk goed kon gebruiken, maar ja, hij komt niet mijn kant op. Dus we moeten maar even ergens anders heen gaan. Ik zie dat er iemand in mijn rug ergens is. Het zal wel. Hebben we hier nog een chest? Ja, hier staat nog een chest. Kom op, body. Nee, wel een speedbot. Oh jeetje, die hebben we ook nog. Er zit ook gewoon iemand in de game die heet letterlijk houd je back. Of nee, hou je back. Hij pakt twee kills, oh jeetje. Hier nog een chest, nee, ook niks. Kom op zeg, even die body. Ja, oké, nice. Even aantrekken, zo, oké. We hebben een body. We zijn nog richting de deathmatch aan het gaan, I guess. De Blitzstar kan er nog wel in komen. Oké, daar rent iemand. Ik weet niet. Wat kan ik hier? Oh, dat is die ene met die chainbody. Ja, ik zit eraan te denken om een speedbottle in te nemen. Maar die kan ik beter voor de deathmatch eigenlijk gebruiken. We gaan er wel gewoon achteraan. Oh, daar is die volgende ook al. Oké, wat gaan hun doen? Gaan hun vechten? Ja, hun gaan vechten. Oké, dan gaan we erop af met speed. Oké, hij rent weg. Oké, kom op. Kom op. Wat gaat hij doen? Oké, nee, achteruit. Oké. We kunnen enchanten. Hij heeft ook geen enchant, dus het zal wel moeten. Kunnen we dat gauw doen? Kom op. Een breking, nee. Waarom moet ik dan ook level 2 enchanten? Ach, jezus. Waarom? Oh, dan krijg je een breking. Oh. Dan denk je alles gehad te hebben. Ik had eigenlijk gewoon level 1 moeten enchanten. En dan had dit niet gebeurd. Maar ja, helaas. Daar denk je pas later over na. En we gaan met z'n drieën de deathmatch in. Misschien kunnen we hier wat van maken, mensen. Misschien ook niet. We zullen het zien in de deathmatch. Ja, shit man. Chain body, ja, is dat beter als mijn body? Ik heb geen flauw idee. Ik trek hem wel aan. Ik doe mijn tand, denk ik, kallen. Ik doe mijn gouden appel eten. En even wachten, kijken wat er gaat gebeuren. Want ik wil eigenlijk niet als eerste zijn die een fight initiate. Want dan ben ik weer degene die ook gelijk gecleaned wordt. Wat gaan ze doen? Deze komt mijn kant op. Oké, prima. Oh, jeetje, hij heeft ook een sharp... Oh, oké, weg.
Oké, we moeten alleen nog tegen deze man. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Ah, dat ging zo chill, maar toch ook weer niet, want die laatste twee hits miste ik. GG. Mensen, we gaan door naar de volgende. Goed mensen, zijn we dan bij de volgende game. In een solo no-kit in de map Hamani. Kijken of we er hier wat van kunnen gaan maken. Want de vorige game ging natuurlijk niet helemaal geweldig. Misschien deze keer wel. We zullen zien. Even kijken. We krijgen hier een wooden axe. En oké, we hebben in ieder geval leggings. Nice. Gaan we nu even lekker wegrennen. En dan gaan we even kijken of we nog meer spulletjes kunnen looten. We hebben in ieder geval een beetje verdediging. Dus dat komt al wel goed. Even kijken, hier staat nog een chestje. Kunnen we hier iets uitkrijgen? Nee, alleen sticks en een vishengel. Nou, die vishengel neem ik ook gewoon maar even mee. Je weet het maar nooit. Even kijken, een slowness bottle en een leather cap. Jongen, 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 jongen. Gul hoor, Blitz Survival Games. Oké, ja, nou, chain boots. Als we nou chain leggings kregen of zo, of een goede body, dan had ik, ja, niet echt geklaagd. Maar tot nu toe zit het er nog niet helemaal in. Oh, shit, mis ik die kist ook nog? Kan ik nog helemaal naar boven gaan lopen ook? Jeetje zeg. Even kijken. Hier zit nog een kist. Wat zit hierin? Jongen. Oké, hier nog eentje dan. Ja, chain leggings. Dat is in ieder geval iets beters. Nou moeten we nog eigenlijk eventjes een goede body zien te vinden. Oké, dit is al wel decent. We hebben in ieder geval een gear setje. Deze zetten we zo. Deze appeltjes wel even hier laten. Want anders heb ik dadelijk het probleem dat ik weer geen vreten heb. Ja, we kunnen nog even door gaan kijken of we nog iets anders vinden. Nou, dit is niet beter. We moeten alleen even... Misschien een iron body. Kom op. Oh, wacht. Speed bottle. Dat is wel nice. Even kijken. Dan zetten we het zo neer. Ik zie niemand in de buurt nog. Dat vind ik aan de ene kant wel heel erg fijn. Aan de andere kant een beetje... Waar is iedereen? Een beetje paniek. Even kijken. Hier bovenop moet nog een kist zitten als het goed is. Hier ergens, toch? Of zit hij in die wheat fields? Oké, nee, ik zie hem niet. Moet hier eentje zitten, aan deze kant, denk ik. En dan hebben we wel genoeg geloot. Dan moeten we maar gewoon gaan vechten, want ja, anders weet ik het ook niet meer. Ja, hier zit er nog eentje. Even kijken. Nog weer vishengel. Wat moet ik hier nou mee? Ik wil een body, jongens. Eentje. Eén goede body. Een iron, gold, chain. Iets in die richting. Zou leuk zijn. Voor de rest zie ik alleen helemaal geen kisten meer. Ja, hier is er weer eentje, oké. Zit hier wat in? Ja, kijk. Oké, dat hadden we nodig. Nu kunnen we gaan. We hebben alleen geen stone sword. We hebben een wooden sword als beste. Dat is aan de ene kant wel lastig. Daarentegen heb ik wel speed. Dus ik zou misschien een stone sword kunnen capturen door gewoon heel snel mensen neer te mappen. Misschien dat we gewoon ook nog wel een stone sword vinden. Zou natuurlijk leuk zijn. We hebben wel weer een extra gold body. Ja, ik denk dat we toch maar een beetje langs het midden, naar het midden moeten gaan, naar waar de rest allemaal is. Want er zijn ondertussen nog maar 6 mensen left en ik heb nog geen kill gemaakt. Oh god, daar gaan we dan. Ik denk dat ik mezelf de dood in loop, maar ik hoop het niet. Even kijken, hier zit niks meer in. Waar zijn ze allemaal dan? Ik kom nu toch wel aardig dicht bij het midden, of ligt dat aan mij? Oh nee, wacht. Ik loop helemaal niet eens naar het midden. Ik loop hier ergens naar iemand die hier aan de rand zit. Oké. Ja, die kunnen we misschien wel pakken. Kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op. Ja, dat zou betekenen dat we ook nog een stone sword weten te krijgen. En nog een speed bottle. Wat? Oké, ik ren heel even weg. We hebben nog een speed bottle. Wauw, oké, dat is op zich wel nice. Die slowness bottles kan ik toch niet meer omgaan. Die gooi ik toch alleen maar op mezelf, dus die pak ik niet eens. Maar we hebben dus 2 speed bottles. Dus we kunnen eventueel in de deathmatch, ja, misschien iets ervan maken. We hebben op zich redelijke gear. Ik hoop niet dat iemand heeft kunnen enchanten in de tussentijd. Ook nog een gouden appel. Nou zijn we voor de deathmatch wel ready, denk ik. Hoop ik. Ik hoop toch dat ik hiermee mag winnen, want anders, ja, dan weet ik het niet meer. Ik bedoel, ik heb op zich nu best wel lekkere items voor in de deathmatch. Er zal er hoogstwaarschijnlijk wel eentje zijn met een enchanted sword. Dan moeten we dan maar even omheen kijken en dan hopen dat we hem alsnog kunnen pakken. Even kijken, staat hier nog een chest? Misschien dat we ergens nog de iron body vandaan kunnen toveren hier dan? Nee. Hier nog dan? Nee, ook niet. Nee, dan wordt het gewoon de deathmatch. Kijken wat we daar kunnen bereiken. Die andere twee staan daar. Oké, ik blijf hier even rustig staan. Oké, wat gaan hun twee doen? Gaan ze met mij vechten? Ik durf het niet te zeggen. Oké, er komt er een mijn kant op. Die heeft ook speed. Oh jeetje, 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 oh jeetje. Oké, die hebben we. Nice. Snel die eten.
En we kunnen door, we kunnen door. Oké, kom op, 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 kom op. En we hebben deze game weten te winnen. Hé, man, dat ging eindelijk eens een keer lekker. We hebben 3 kills. GG, mensen, we gaan door naar de volgende game. Goed mensen, zijn we dan in de laatste game en kijken of we er dan hier nog wat van kunnen maken. Ik bedoel, de eerste game ging op zich aardig, we kwamen in de deathmatch, haalden het net niet. Tweede game hebben we weten te winnen, gelukkig door al onze speed potions en weet ik veel allemaal. En hier zat ik vast, verdorie. En dat in een no-kit, dat wordt altijd lastig. En ja, nou dit potje gaan we maar even proberen, ik weet niet. Wat? Oh jezus. Ik zit gewoon bij Guido in de game. Guido is op dit moment ook aan het recorden. Dus ja, dit is een beetje lastig. Ah, nee. Het is een leger achteraan. Oh jeetje. Nou, ze moet ik tegen Guido. Dat is... Oh jee. Ja. Dat kan gebeuren. Ik wist dat hij aan het recorden was. Ik dacht alleen dat hij de kit game gejoined was. En nou zit hij dus blijkbaar bij mij in no kit. Oké, nice. Wij gaan hier gewoon maar even naar beneden. Dat doe ik normaal nooit. Maar ik zie... Hé, hey, wat ga jij me achterna, vriend? Ik moet een wapen hebben. Dus laat me met rust. Even kijken. Hier zit een kist. Zit hier een wapen in? Kom op. Nee, geen wapen. Oh jeetje. Zit hier nog een kist? Ja hoor. Zit er nog één? Oké, daar kunnen we wel een wapen uit krijgen. Nice. Oké, we gaan dan deze man eventjes slopen. Hoppakee. En tand. Hoppakee. En dat betekent in ieder geval dat we de tandkill hebben. Meer mensen komen niet naar beneden. Dat is mooi. Dan gaan wij naar boven toe. Ik weet niet wat hier nog zit. Ik denk dat hier wel iemand nog... Zit hier eentje boven nog? Ik weet volgens mij niet dat ik daarboven kom. Ofwel, ofwel. Oké, hij weet het dus denk ik wel. Hij rent er vandoor. Oké, hij gaat er vandoor. Kom op, kom op, kom op, kom op. Nee. Oh. Oké, en nog eentje. Oh jeetje, nee, ren, ren, ren. Oké, ren. Oké, ik ben op een vlucht. Ik ben op de vlucht. Oh jeetje. Dat ging net helemaal... Dat ging net niet helemaal goed. Oké, hij komt er nog achteraan. Hij heeft speed. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, deze hebben we ook nog weten te krijgen. Nice. Wauw. Dat, hey, Guido leeft niet meer. No. Oh, jeetje. Nou is Guido al dood. En ja, nou zit ik nog wel in de game. Eens even kijken. We hebben in ieder geval een paar mooie kills weten op te pakken. We moeten nog een helmpje hebben. Ja, die hebben we ook. Even kijken, dan zetten we deze hier, deze daar. En dan komt er weer eentje heel dichtbij volgens mij. Want ik zag daar alweer een dead. Even kijken, waar is die? Waar is die, waar is die? Oké. Okay. Volgens mij rent die, zitten ze bij Spawn een beetje in de buurt. Ja, dat klopt. Kijken of we er dan nog wat van kunnen maken. Ja, deze chest is sowieso al geloot. Daar ga ik niet eens in kijken. Ik denk dat ze bij Spawn zitten. Nou, ze zitten achter Spawn. Maar de Blitzer spant ook nog lang niet. Ik heb nog niet genoeg. Misschien kan ik een XP-bottle vinden in de Spawn. Het zou leuk zijn. Nee, nee, nee. Ja, de span is volgens mij al een keer doorzocht. Nog een keer extra. Nope. Oké, er zit geen XP-bottle in de span. Helaas. Ja, dan moeten we maar gewoon even kijken of we iemand kunnen vinden om te fighten. Ik denk dat er wel iemand is helaas met een enchanted sword. Dat zal een beetje lastig worden. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik zie dat hier één iemand is. Kom op, kom op. Oké, ah, hij gaat er vandoor, hij gaat er vandoor. Nee, nee, nee. Heb ik arrows? Heb ik arrows? Nee, ik heb geen arrows. En hij gaat er gewoon vandoor. Oké, kom op, kom op. Hij draaide heel raar rond. Misschien probeerde hij het met de fishing rotten of zo, maar dat ging niet helemaal goed. Kom op. Blijf staan. Geef mij die kill. Je hield niet eens meer. Je hield niet eens meer. Oh, er lag daar een XP-bottle die ik eigenlijk best wel goed kon gebruiken, maar... Oké, we hebben hem. En kregen we daar nou nog een iron ingot? Ja, we hebben er 2. Kunnen we hierboven... En... Ja, hier staat ook nog eens... Oké. Zo. Zo, zo. Oké, die hebben we. Iron sword. Hoppakee. Als we nu nog een level weten te krijgen, want volgens mij lag daar nu nog één bottle. Lag hier nou nog één bottle of heb ik die op kunnen pakken? Even kijken hoor. Nee, hier ligt nog één bottle. Misschien kunnen we gaan enchanten. Ik zie daar iemand rennen. Oh god. Hij gaat met zijn boog schieten. Hij gaat nog een keer schieten. Kom op. Nee, 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 nee. Oké, ren, ren, ren. Oh. Dat was ook nog eens de laatste. Helaas, GG. Mensen, ik wil jullie in ieder geval allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken. We krijgen gewoon 6 coins trouwens. Wauw, 6 coins. In ieder geval mensen, als jullie het leuk vonden, doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.